Uit grootschalig onderzoek is gebleken dat de tandprotheticus een prominente speler is binnen de mondzorg. Maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar hebben er ooit één bezocht. Marnix, vertel, waarom gaan mensen naar een tandprotheticus? Nou, de belangrijkste reden is eigenlijk omdat ze een kunstgebit nodig hebben, of een prothese zoals we dat noemen. Maar ook vanwege de nazorg en reparaties als dat eventueel nodig zou zijn. Daarvoor kun je bij een tandprotheticus terecht die niet alleen de zorg verleent, maar ook het kunstgebit kan maken. En via welke weg komt een klant dan bij een tandprotheticus? Nou, patiënten lopen eigenlijk bijna altijd gewoon binnen bij een tandprothetische praktijk. En die kennen ze dan vanuit de buurt of vanuit familie en vrienden die al een ervaring hebben. Het kan ook zijn dat je hier komt vanwege een verwijzing van de tandarts. En wij zeggen er dan bij van let er in elk geval op dat je verwezen wordt naar een tandprothetische praktijk die is aangesloten bij de ONT. Want dan weet je zeker wat voor kwaliteit je krijgt. En welke taken en bevoegdheden horen hierbij? Nou, een tandprotheticus is eigenlijk een hele bijzondere zorgverlener binnen die mondzorg. Want die kan niet alleen de zorg bieden die nodig is, maar hij kan ook het kunstgebit of de prothese maken. En dat maakt hem tot eigenlijk de best gekwalificeerde zorgverlener voor dit stukje zorg. Ik ben wel heel erg benieuwd. Kun je mij wat laten zien? Ja, we zijn hier bij een tandprothetische praktijk, dus loop maar even mee. Ivor, hoeveel ambachtsuren zit in het maken van een prothese? Nou, dat is best een hoop. In totaal zitten er ongeveer 11 ambachtsuren zitten erin. En dat beslaat zowel het maken van het kunstgebit als het behandelen, dus het aanmeten van het kunstgebit. Dus dat is best wel een hoop manuren wat erin zit. En uit welke stappen bestaat een behandeling? Nou, in totaal zijn het 5 stappen. De eerste stap is de intake bij de mensen. En dan maak je vaak ook de allereerste afdrukken. De tweede stap is het maken van een precisieafdruk. Daar wordt het allemaal een stukje nauwkeuriger van. Stap 3 wordt de beet geregistreerd. Dat wil zeggen de relatie tussen boven- en onderkaak wordt vastgelegd. Stap 4 is de pasfase. Dan wordt er bij de tandprotheticus de prothese gecontroleerd, gepast. Vaak komt een patiënt dan samen met een vriend of familielid. Wordt er samen eventjes beoordeeld of dat alles esthetisch helemaal vrij is geworden. Maar ook of dat het functioneel helemaal klopt. En pas op het moment dat dat allemaal in orde is, wordt de prothese ook helemaal klaargemaakt. Stap 5 is het plaatsen van de prothese. Dan komen de mensen de prothese ophalen, wordt die rustig eventjes in de mond geplaatst, helemaal nagekeken. En op het moment dat alles in orde is, komen er nog wat instructies aan te pas. En dan is het helemaal klaar. En welk type prothese wordt nu het vaakst gemaakt? Er worden een aantal type prothese worden gemaakt. De volledige prothese, de gedeeltelijke prothese, maar ook de prothese op implantaten. Het zogeheten klikgebit wordt veel gemaakt. Degene die het meeste wordt gemaakt is toch wel de gewone volledige prothese. En wanneer krijg je nu een gedeeltelijke of volledige prothese? Eigenlijk op het moment dat iemand al zijn eigen tanden of kiezen mist. En dan kan het wel zo zijn dat er als fundament nog wat wortels onder die prothese aanwezig zijn. Maar als alle tanden en of kiezen missen, dan krijgen de mensen een volledige prothese, een volledig kunstgebit. Op het moment dat er nog een aantal tanden en of kiezen aanwezig zijn in de mond, dan wordt er vaak een gedeeltelijke prothese gemaakt. Ook is het zo dat het wel eens kan verschillen in de behandelprocedure. Soms wordt het daar iets korter van op het moment dat mensen nog wat eigen tanden en kiezen hebben. En hoe zit het met de nazorg? Nou, op het moment dat de mensen een nieuwe prothese krijgen, kan het echt wel een stukje wennen zijn voor de mensen. Buiten dat om verandert die kaak wel voortdurend van vorm onder die prothese. En op het moment dat het wat is veranderd van vorm, dan moet het af en toe toch wel een keertje worden nagekeken bij de mensen, zodat we kunnen kijken of dat het nodig is om de prothese nog aan te passen voor de mensen. Het is toch nog best wel veel werk om een mooie prothese te maken. En wil je nou meer informatie, ga dan zeker even naar onze website. En Ivar, ik oefen nog wel even door op die snoepjes hoor. Ik denk dat dat verstandiger is.